Goedemiddag, Virgil Maknak. We zijn in Arnhem in de bibliotheek in Rosset. Ik verveel me mateloos. Ik heb niet zoveel te doen, dus ik dacht ik pak even een boek of ik kijk even als ik een paar mooie, gezellige, leuke dames zie die, isabi toch, die zin hebben in een penetratie of een gezellige babbeltje. Blijkbaar niet, want ik ben niet de mooiste thuis, zie ik. Dus ja, ik moet maar wachten tot iemand anders voor, isabi toch. Dus dan doe ik het maar zo. Waar ik verblijf, in een fucking prullenbak. Ja? En het ruikt naar warme scheid. En ik zit te lullen met poepvliegjes en met mugjes. Dat is de hele dag waar ik mee bezig ben. Als ik een film wil kijken, trekken ze die internet eruit. En ik word achtervolgd door een vrachtwagen of een griezelbus. Ik weet niet waarom, misschien hebben ze honing aan mijn kont geroken of zo. I don't know. Ja? En ik zie schimmen in die container. Schimmen. Zodra ik een foto pak van een mooie vrouw, lijkt dat ik aan het vechten ben in die container met een koude jaloer. Heb je ooit wist je dat spoken jaloers konden zijn? Ja. Jaloers. Dat wist ik nooit. Dat spoken corona's. Corona's noemen ze vampieren. Dat is een beschaafde woord. Voor vampieren zeggen ze corona's. Fuck jullie allemaal, G. Huh? Dan laten ze mensen koude warme scheid eten en dan gaan die corona's lekker eten. Dus zodoende. Even mijn woordje gedaan, isabi toch? Ik verveel me weer. Ik zit hier maar een soort van gezellig en leuk te doen. Ja? Mooi, netjes gedoucht voor zorg. En dan zie ik daar een junkie lopen met één tand. Die loopt met twee vrouwen. En deze nette neger die elke dag doucht, die heeft niet eens één koude kip. Hm?